AT5. Op AT5. 4, 5 dagen geleden hadden ze een straat gefilmd in Amsterdam-Noord. Godzijdank, het ei zit er nog tussen. Hadden ze een straat gefilmd en er waren mensen die hadden hun straat helemaal oranje gemaakt. Hadden ze helemaal ingepakt met enorme felle oranje plastic. Met alleen de deur er nog uitgesneden. En ze hadden allemaal zo'n brulshirt van de blokker. En dan kwamen ze eraan. En van die Heinekenhoeten op en van die rare haren en allemaal bier. En toen kwam die reporter die zegt, doet iedereen in de straat mee? Zei ze, ja tuurlijk! Als je hier woont moet je allemaal meedoen, gezellig! Gezellig allemaal meedoen! Toen dacht ik, oh mijn god, dit is dus waar Rita Verdonk trots op is. Wat betreft voetbal, ik ben een beetje afgehaakt op het moment dat je de bal niet meer zo goed kon volgen vanwege de bewegende reclameborden. Ze hebben nu van die reclameborden met filmpjes erop en dan zit je naar een actie te kijken en over 5 jaar heet het geen voetbal meer, dan moeten ze het allemaal Coca-Cola-bal noemen, daar gaat het, hè. En is het niet meer voor de UEFA Cup, maar dan is het voor de Fristie-beker. Gaan we dan spelen met z'n allen. Hè? Van der Vaart, die geeft een paas op Huntelaar. Deze paas wordt u aangeboden door Fortis. En het is de laatste minuut van de wedstrijd. En de klok wordt mede mogelijk gemaakt door Egon. En hij gaat neer in het strafschopgebied. En we krijgen een Nike. We krijgen een Nike. En hij legt hem op de stip. Hij neemt een aanloop. Hij zit erin. Het is een wopper. We hebben een wopper. Nederland gaat voor. We hebben een wopper. Ja, maar die kant, ik ben afgehaakt. Ik ben voetballer en ik wil helemaal niet speciaal supporters beledigen. Maar ik vind, als je gaat zeiken over de kaartjes, want iedereen heeft het erover, zeg geen kaartjes meer. Het zijn allemaal de bedrijven hebben de kaartjes ingepikt. Ja, natuurlijk, wat denk je dan? Dat al die reclame, dat ze voor niks doen, ze pompen 100 miljoen in het voetbal, dan willen ze wat voor terug. Als je echt kloot hebt als supporter, dan moet je die bedrijven boycotten. Geen Coca-Cola drinken. Ja, we gaan niet naar McDonald's. Dat moet je doen. Ik wil ze ook niet beledigen, de oranje supporters, die mensen die het dan leuk vinden om helemaal zich op te doffen en met van die shirts zo te lopen. Maar als het gen ooit wordt gevonden wat mensen tot zulke oranje supporters maakt, alle embryo's kapot maken! Wat Rauwvoet er ook van vindt, kapot maken! Ik wil ze persoonlijk wel doodtrappen dan, desnoods.